Sanne Schoenmakers, we zijn hier vandaag in Tilleur. Standaard speelde een oefenmatch tegen PSV Eindhoven. Hoe was de wedstrijd? Ja, het was hard. Veel lopen. Goede tegenstander. Ik denk dat van beide kanten hebben we hard gewerkt. Een beetje zonde van onze tweede doelpunt tegen. Anders hadden we deze wedstrijd gewoon gewonnen. En, nou ja, verbetering voor volgende keer. En gelukkig was het nog geen competitiewedstrijd. Ja, dit is voorbereiding op het nieuwe seizoen in de Super League. Jullie starten daar meteen met een moeilijke wedstrijd. Gent uit, de bekerwinnaar. En jullie kennen die nog van de finale uiteraard. Ja, Gent uit. Ik kan me herinneren 2 keer nu al dat we het seizoen tegen hun geopend hebben. Volgens mij hebben we nog geen 1 keer gewonnen. Dus dit jaar moeten wij daar veranderingen brengen. En ik denk dat als je onze voorbereiding ziet, dat het wel echt dat we goed spelen. We hebben 1 mindere wedstrijd gehad tegen Heerenveen. Maar als we deze lijn als we van vandaag doorzetten, dan heb ik er vertrouwen in. Ja. Wat zijn de ambities van dit standaard voor het komend seizoen? Er is maar 1 ambitie en dat is kampioen worden. Ja. Nog altijd? Altijd. Ja. En dat wordt tegen Anderlecht wellicht en tegen Gent ook. Wat denk je van de opponenten? Ja, Anderlecht heeft 2-1 gewonnen van PSV. Dus ik denk vergelijkbaar met wat wij vandaag tegen PSV hebben gedaan. Dus ik denk dat het gelijk opgaat. En we zullen hard voor moeten werken. En ja, zoals team daar staan, denk ik dat alles mogelijk is. Oké, ik dank je. Succesvol seizoen gewenst. Dank je wel.